Weer drie mannen opgepakt voor Wild West overval in Utrecht. En Amersfoort onder financieel toezicht. Goedemiddag, welkom bij U Vandaag. De politie in Utrecht heeft drie verdachten aangehouden voor de woningoverval en een Wild West schietpartij in Lunetten eerder dit jaar. Vier overvallers bedreigden en beroofden in mei een gezin aan de Vaalse Berg. Toen ze daarna wegrenden, ontstond een vuurgevecht tussen de overvallers en politiemensen. De overvallers wisten te ontkomen en reden met zeer hoge snelheid naar Amsterdam. De drie verdachten die nu zijn aangehouden zijn allemaal mannen van in de 20 uit Amsterdam. Kort na de overval werd al een 22-jarige Amsterdammer aangehouden. De gemeente Amersfoort is formeel onder financieel toezicht gezet door de provincie Utrecht. Dat betekent dat alle uitgaven gecontroleerd worden op het provinciehuis en dat er zo snel mogelijk een sluitende begroting moet worden overlegd. Het toezicht geldt in eerste instantie voor een jaar. Gedeputeerde Van Lunteren zegt dat hij een goed gevoel heeft overgehouden aan een hoorzitting met Amersfoortse bestuurders en raadsleden. Die lieten hem afgelopen dinsdag weten dat ze zo snel mogelijk orde op zaken willen stellen. Dat betekent echt wat. Want dat betekent namelijk dat zowel coalitie als oppositie met elkaar bereid is om lastige keuzes te maken. Dus mijn verwachting is wel dat men er dus ook niet dat hele jaar over gaat doen. Maar heel snel met een herstelbegroting gaat komen. Amersfoort is de enige van de 26 Utrechtse gemeenten die de zaakjes financieel niet op orde heeft. De rest van de gemeente is financieel redelijk gezond. Een enorme ravage na een ongeluk op de Amersfoortse weg in Huis ter Heide. Twee auto's botsten daar gisteravond op elkaar. Een ervan kwam daarna tegen het restaurant van McDonald's tot stilstand. De bestuurder, een man uit Soest, is aangehouden. Het lijkt erop dat hij door rood is gereden. Verkeer in de omgeving had gisteravond veel hinder van de gevolgen van het ongeluk. De eigenaar van het Economy Hotel aan de Baleienlaan in Utrecht hoort morgen of zijn zaak dicht moet blijven. De gemeente sloot het hotel omdat daar prostitutie zou plaatsvinden. De eigenaar zegt daar niets van te weten, maar tijdens een kort geding gisteren maakte de gemeente duidelijk over genoeg bewijs te beschikken. Jos Stelling is niet blij met de plannen voor een nieuwe arthouse bioscoop in de Utrechtse wijk Zee. Volgens de eigenaar van Springhaver en het Louis Hartloper Complex is er al ruim voldoende aanbod in de stad. Ook vreest hij dat de bioscoop de toekomst van de citybioscoop in de weg zit. In wijk Zee moet in 2016 een bioscoop komen die De Kade gaat heten. Het Arthouse Complex krijgt 8 zalen. De gemeente is positief over die plannen. Het is vandaag de drukste dag van het jaar voor medewerkers van PostNL. Ook hier in Amersfoort. Met de kerstdagen voor de deur sturen Nederlanders elkaar weer massaal gelukswensen per post. Naar verwachting moet PostNL deze decembermaand 130 miljoen kaartjes bezorgen. De Joodse gemeenschap in Utrecht maakt zich op voor een groot Chanukka-evenement zondag. Chanukka is het traditionele lichtjesfeest van de Joden, vergelijkbaar met kerstmis. De Joodse gemeenschap is blij dat ze dit jaar in Utrecht weer een groot feest hebben. Maar er zijn ook zorgen. Ze hebben nog nooit zoveel veiligheidsmaatregelen genomen als dit jaar. Hanereis. Hallo, Hanereis. Rabbijn Heinz, zijn vrouw en dochter steken gisteravond 2 kaarsjes aan. Maar dat zijn niet zomaar kaarsjes. Ja, dat is het aansteken van de Chanukka-lichten, die een symbool voor religieuze vrijheid is. En we steken het juist als het donker wordt, want het is het teken van licht in de duisternis. Een klein beetje licht drukt weg een heel veel duisternis. Deze week staat voor de Joodse gemeenschap in het teken van Chanukka. De familie Heinz is er ook iedere dag druk mee. Bijvoorbeeld met het maken van lekker eten dat volgens traditie bereid wordt in olie. Ja, dat is heel bijzonder. Daar word ik gewoon heel blij mee van. Ja. Zondag is er een groot Chanukka-evenement in het centrum van Utrecht. Helaas heeft de organisatie extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Rabbijn Heinz ervaart zelf regelmatig waarom die nodig zijn. Ja, ik word heel vaak op straat gewoon nagescholden en bedreigd. We hebben wel eens een hakenkruis gehad op onze deur werd gegraveerd. Mijn zoon is ook een keer aangevallen, dus ja, alleen maar omdat hij een keppel droeg. Toch remt dit de Joden in Utrecht niet af.
we gaan gewoon door, want we houden het al duizenden jaren vol. En we zijn nog vaker bedreigd en iedereen die de geschiedenis kent weet hoe het in elkaar zit. En we vinden het heel triest dat dat nu in de wereld weer gebeurt, dagelijks. Al niet zeggen, al niet zeggen. Rabbijn Heinz kijkt uit naar zondag en stilletjes hoopt hij dat de extra veiligheidsmaatregelen volgend jaar niet meer nodig zijn. Ja, vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om anders te zijn. Het Chanukka-evenement wordt zondagmiddag tussen 5 en 6 uur gehouden bij het Utrechtse stadhuis. Kijken we nog even naar het weer. Er valt de hele dag lichte regen. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. En met 12 à 13 graden is het erg zacht. Ook vanavond valt er motregen. Vannacht gaat het harder regenen. Het wordt niet kouder dan een graad of 11. En weer of geen weer, Margreet van Gils is weer op pad voor onze actie Samen voor de Voedselbank. Tussen de middag staat ze met haar bus in winkelcentrum Ter Weide in het Leidse Rijn. Daarna gaat ze richting De Bilt. Loopt er even langs als u in de buurt woont om een steentje bij te dragen aan een fijne kerst voor iedereen. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan.